Hallo, ik ben Flavio van Artistiek.nl en je kijkt naar de aflevering van Flavio Proces. Zoals je ziet zijn we dus zo net even aangekomen bij de Pegeneerstraat, wel bekend als de Geelstraat in Amsterdam. Achter ons Dolce & Gabbana Store, wat ik natuurlijk met jullie vorige week behandeld heb over de discount van 20% naar 50% daling. Nou ja, om even een klein beetje te laten zien de collectie, het ruimte is nog weinig veranderd zoals het ook al werd behandeld. Het is gewoon nog steeds zwart en classy en een beetje Dolce & Gabbana leather. De Geelstraat is nog wel heel erg lang, dus we hebben nog een heleboel te doen. En dit is voldoende even Dolce & Gabbana Store. Nou ja, even verder ingedoken in de perceels zijn we even uitgekomen bij de Luftroepen. Een beetje kleine vergelijking met de velen die je wel eens kunt zien. De nieuwe collectie, hier hebben we de vernis allemaal in het red. En de speedies, de authentieke speedies natuurlijk van Moonbrand. Daar is net ook even naar binnen gelopen, want ik was heel erg benieuwd als ze de graffiti modellen nog hadden. Helaas is het een limited edition, wat ik eigenlijk ook niet wist. Shame. Maar in ieder geval als je dus ergens geïnteresseerd bent in een graffiti, helaas. Wat je maar eerder moeten nemen, denk ik dan maar. En zo gekomen ook bij de Louis Vuitton Store. Zijn we ook in het ingehaal van de Pegeneerstraat gekomen. Bouw en elektriciteit gebeuren en weet het allemaal niet. Zodoende even de Luzie. Helaas mogen de winkels natuurlijk niet van binnen filmen, dat mag bij geen ander, dat hoeft niet gevraagd te worden. Maar we mogen wel natuurlijk de etalage van gebruik maken. Ik wil natuurlijk ook wel even mededelen dat dit wel een heel kleinere winkel is in vergelijking met de rest van wat we kennen van dit beton. Het heeft maar drie verdiepingen in de zin van een bananengrond, eerste en tweede. Verkoop wel weinig mannencollectie, heel veel vrouwen dat wel. Mannencollectie, ja, ik bedoel, Louis Vuitton is ook niet echt van de mannen, kan schijnt van de man en de vrouw eigenlijk. Ik bedoel, een speedy kan unisex zijn. Maar voor de mannen is echt alleen de schoenen en dat soort dingen. We zullen verder nog wel eens even naar andere winkels gaan kijken. Ik bedoel even snel en het is. Verder ook in de Pensioenstraat ben ik een cellist tegengekomen genaamd Graciela Ferraro. En ik zou wel even ons even kort kunnen vertellen wat namelijk de belevenis hier in de Pensioenstraat is. Natuurlijk wel de gemeenschap, natuurlijk ook de winkels op zich. En zij kan natuurlijk als geen ander even vertellen hoe het allemaal op zich gaat. Vertel eens even, hoe vind je het eigenlijk in de Pensioenstraat wat betreft mensen en belevenis? Want ik vind het wel toch iets anders dan de stad in Amsterdam eigenlijk. Ja, dat is klopt. Tegen terwijl ik aan het shoppen ben voor L'Officiel. Ik ben nu de shopping aan het maken. Waarbij je met een grote meer dingen in de klas zet. De beleving van de PC Hoofdstraat is toch echt glamour. Ik heb nu voor Zuid gekozen voor glamour. Omdat dat gewoon ook een beetje de beleving is van Amsterdam Zuid. De PC Hoofdstraat hoort er natuurlijk bij. Wat betreft verder PC, ja, je hebt natuurlijk hier de grote merken. Dus als mensen graag de grote merken willen shoppen, dan moeten ze dus naar waar we hier achter staan. Een Louis Vuitton of een Stella McCartney. Dat vind ik hier wel. Maar ik persoonlijk, als ik zelf naar mezelf kijk, vind ik het leuker om een soort van mix en mix te maken. Dus een Chanel secondhand met vintage en artisanale combineren. En dat als een eigen stijl. Dat geeft je ook weer een eigen look. Tuurlijk. En ik bedoel. Het ziet er nou een beetje chaos uit natuurlijk in de Pensioenstraat, maar we kennen natuurlijk de Pensioenstraat als natuurlijk de zieke van vroeger natuurlijk en dat is ook zo gebleven. Maar wat vindt u nou eigenlijk van hoe het nou eigenlijk eruit ziet? Nou, ik denk dat we nu in een maatschappij leven waar de mensen toch wel heel erg op dit moment in hun zinkjes gaan zitten. Juist. Dus het is gewoon ook wat minder druk. Ja. Nu helemaal tijd van het jaar, mensen gaan op vakantie. Het loopt tegen de zomer, dus dan is het sowieso een stuk rustiger. Maar de winkels hebben niet echt zo gemakkelijk om te verkopen. Zeker een straat als de PC Hoofdstraat die moet scoren op die grote merken. Die natuurlijk op een ander level. Ja. Oké, het is natuurlijk wel heel belangrijk natuurlijk ook dat de PC Hoofdstraat blijft natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook zo dat er veel gebouwd wordt. Dus er komen natuurlijk ook zoals bijvoorbeeld gezien de Max, die staat er ook natuurlijk wel een tijdje. Klopt. Maar past dat wel eigenlijk bij het concept wat de PC Hoofdstraat heeft? Want we zien ook natuurlijk de G-Star, op zich ook wel een groot merk. Nou, maar, een diesel. Juist, maar in de mix van de Louis Vuitton, Chanel en Gucci, dat. Nee, maar
maar ik vond het wel bij een deze was juist wel. Want zou je dan, zou je het echt leuk vinden als ze alleen maar liefde verkocht zou worden? Nee, of alleen maar Chanel? Het lijkt mij dat ook dat het op juist dat soort merken maakt het juist. Het is gewoon een match en een soort van contrast bij. Ja. Gewoon heel erg persoonlijke contrasten. Okay. Dus dat vind ik juist heel erg goed. Kijk, het is niet zo dat ik in een thema bezig ben voor shopping. Maar normaal gesproken hou ik heel erg van contrast. En het zou niet leuk zijn als je alleen maar bijvoorbeeld Cartier zou hebben. Of alleen maar een chauffeur. Of alleen maar Nou, zo net is even de interview gehad met Graciella Ferraro, wel een bekende stylist wel eens in de PC Hofstra. En ze komt even aangekomen bij de Gucci Store in de PC Hofstra. Het is een niet al te grote etalage, maar toch lekker subtiel met toch wel de eyecatchers van de Gucci zelf. We kunnen natuurlijk wel even kijken. We zien natuurlijk de prachtige roze print met paars in een mooie Gucci Boots à la Classic. Nou, over de Gucci eigenlijk weinig negatiefs over te spreken. Natuurlijk, Gucci blijft natuurlijk veel lopen ondanks de crisis. Wat er net ook Graciella Ferraro al zei, dat men toch nog naar de Jordaan gaat en dat soort dingen. Blijft Gucci toch zijn naam behouden en zijn goede resultaten. Nou, nogal zelf vind ik de Gucci een heel erg interessant merk. En voor iedereen ook natuurlijk wel haalbaar. Dus vandaar even kijken naar een paar mooie collecties.